Nee, nee, nee. Oké, okay, daar gaan klein we. Klein beetje gehuild. Maar ja, vandaag. Klein beetje gehuild, maar het ging wel goed. Ja, we hebben lekker de airco aan. Twee turnen. Rechtsop en linksop. Ja, wat vond ik ervan? Die meid heeft een mooie cap op. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. While we're dancing around the Christmas tree. Wesley's waggy. Moet ik even uitkijken. Uitzoek hoe dat werkt. Rosie staat er al in. Hallo. Ik ben inmiddels weer thuis met Roos. En Roos staat hier achter mij, dus die ga ik zo even uitladen. Ja, ik zal jullie even kort uitleggen waarom wij voor Roos hebben gekozen om die in de scan te zetten vandaag. Als jullie ons wat langer volgen, dan weten jullie misschien dat Roos Cushing heeft. Maar we hebben dus ook altijd gedacht dat Roos een auto-immuunaandoening heeft. En dat is een jaar of 6-7 geleden gesteld, die diagnose. Een paar jaar later komen ze daar toch eigenlijk helemaal van terug. Want dan had ze inmiddels er anders uit moeten zien, dat ze andere symptomen moeten hebben. En ze hebben nooit helemaal gevonden wat ze nou had. Dus eigenlijk rijden wij al die tijd al gewoon hobbymatig recreatief met Roos. Nemen we haar nooit actief mee in de trainingen. Of nou, we trainen haar natuurlijk wel, maar niet met een doel. En nou blijkt dus dat we dat misschien onnodig hebben gedaan. Of dat ze eigenlijk best wel trainingen aan kan. Dus nou ja, ik was heel benieuwd of hier wat uit zou komen. Ze heeft wel wat probleempjes waar ik van op de hoogte ben, maar die ook waarschijnlijk wel gewoon te behandelen zijn. Dus wat mijn gevoel zei, dat kwam ook eigenlijk wel uit deze scan. Roos is natuurlijk een luchtzuiger en ze geeft met name klachten in haar nek. Als je haar lang en laag rijdt, is ze heel braaf. Maar als je haar iets meer bij elkaar rijdt, dan toont ze toch wel verzet. En dat is iets nieuws. Dus ik dacht, misschien is daar toch iets ontwikkeld van artrose. En Amber heeft toen ook gekeken en die had ook dezelfde conclusie eigenlijk. En je ziet nu ook dat het hier uit de scan komt. Of het artrose is of gewoon overmatige spierspanning, dat weten we nog niet. Ze gaat nog twee keer terug naar deze scan. Morgen gaat ze nog een keertje en zaterdag nog een keertje. En zaterdag krijgen we dan echt het hele plan en wat we daar dan mee kunnen doen. Goedemorgen allemaal weer. Ik ben inmiddels gearriveerd bij Wesley met de vrachtwagen. Ik ga zo meteen even verder uitleggen waarom ik in zo'n vrachtwagen zit en wat we hier aan het doen zijn. Maar Roos staat hier binnen en die ga ik nu eventjes van de vrachtwagen afhalen. En dan ga ik gauw naar mijn afspraak en dan ga ik, als ik daar ben, wel verder uitleggen wat we aan het doen zijn. Want de box waar Roos in staat, die staat nu een stukje verder. Hallo! Hallo! Was. Ja, toe. Hallo. Hi. Hoe gaat het? Goed. Super. Hier ook? Super goed. Ja. Perfect. Weet je het nog? Ja, dat gaat. Goed zo. Are you gonna ride today? Maybe, yeah, tomorrow, definitely. Yeah. Today, I hope. Yeah. Ja, ben ik weer. Ik heb, of in elk geval, ik ben weer thuis. En Roos staat nog achterin. En die was hartstikke lief. Die sjouwde overal weer gewoon op en af. En ook daar die trailer op en af. Gisteren vond ze een beetje spannend, maar dat komt natuurlijk omdat ze hem niet eerder had gezien. En nu wist ze eigenlijk wat het was. Liep ze er ook zo in. Was echt top. Hartstikke braaf. En ze staat er ook gewoon echt rustig een half uurtje te wachten. En je ziet ook echt dat ze wel voelt dat er wat gebeurt, zeg maar, met haar. Dat ze daar echt, ze staat echt een beetje zo gek te kijken af en toe. Van, nou, wat voelt grappig. Maar dat hoort natuurlijk ook. Ja, ik zou dus nog een verhaal vertellen. Maar mijn vader begon de paard al uit te laden. En toen dacht ik, laat hem maar even helpen. Goed, ik was dus gebleven bij
Wesley heeft dus zo'n XXL model vrachtwagen gekocht, weet je wel. Gewoon niet zo'n lief kleintje, maar gewoon gelijk zo'n hele grote. En ik ben dus niet gewend om met vrachtwagens te rijden. Gewoon omdat ik die normaal gesproken niet op voorraad heb. Dus ik was wel een beetje gewoon voorzichtig aan het autorijden. En toen wou ik gisteren, want ik mocht de vrachtwagen hier ook laten staan vannacht. Wou ik gisteren de vrachtwagen binnen het hek zetten bij ons. Want ik denk dat voelt fijner, veiliger. Dan kan er niemand tegenaan rijden of gewoon langskomen als het donker is. Maar die bocht is best krap. En ja, de doorgang is zeg maar, je houdt bij de spiegels aan beide kanten 2 centimeter over ongeveer. Dus technisch gezien moet het lukken, is het ook. Maar ja, ik reed dus met Roos zeg maar die poort in. Maar die loopt ook een soort van schuin naar beneden, weet je wel, zo'n hellinkje. Dus ik had dat ding net een soort van ingedraaid. Toen dacht ik, ja shit, deze bocht ga ik natuurlijk nooit halen. En toen moest ik op die helling weer achterwaarts draaien. Maar je draait ook weer achterwaarts de weg op. Dus ik kon ook niet zien of er iemand aankwam. En toen dacht ik, shit, wat heb ik gedaan? Ik heb mezelf helemaal klem gereden. En toen moest ik dus weer achterwaarts. En een beetje op goed geluk dat ik geen fietsers aan zou rijden. En in die helling. En toen dacht ik, oh, de paard staat er nog in. Dus ik kreeg echt al gewoon een soort niet lichte paniekaanval. Ik kreeg gewoon een paniekaanval. En toen dacht ik, oh, dat gaat nooit meer lukken. En toen heb ik gestoken. En toen uiteindelijk toen kwam ik er wel in. En toen had ik die auto gewoon bij ons op het erf staan in het parkeervak. En toen werd ik vanmorgen om 6 uur in 1 keer wakker. En toen dacht ik, ja, hij moet er ook nog weer af achterwaarts. En toen kreeg ik weer een lichte paniekaanval. En toen heb ik Bas wakker gemaakt om te vertellen dat hij hem er voor mij af moest halen. En Bas dacht, waarom ben je in hemelsnaam dit tijdstip wakker? Want ik ben nooit zo vrijwillig vroeg wakker. Maar ik was zo zenuwachtig dat ik die vrachtwagen er weer af moest krijgen. En dat ik dacht, oh, ik wil niet iets kapot maken, weet je wel, wat niet van mezelf is. En dat deed ik ook niet. Hij ging er trouwens makkelijker uit dan in gisteren. Hallo? Hallo. Ik heb even de bolide weer voor geparkeerd. Tada. Want dan hoeven we niet heel ver te lopen en hoef ik niet helemaal het erf op door dit poortje, zien jullie dit? Goedemorgen allemaal. Het is weer een nieuwe dag. Dat kunnen jullie gearriveerd is. Misschien wel zien omdat ik er ben. Het is zaterdag en ik mag ook mee nu. Lief. Het is 8 uur geweest, dus wij moeten even opschieten, denk ik. We gaan spullen inpakken en dan, want we nemen ze allebei mee vandaag, City en Roos. Want Iris heeft daarna les met City. En jij met? En ik mag ook les. Ah, ja! Met Roos. Ja. Hallo? Ja. Ja, ik ga voor Roosje. Lief. Braaf. Hoe bevalt het in de vrachtwagen? Gedaan. Heel erg leuk, het gaat goed, maar het is wel even wennen als je in nauwe situaties komt. Of langs smalle wegen met mensen met dezelfde hoogtespiegels. Kijk, die scheetjes. Staat je wel leuk, zo'n dikke paard aan de hand, hè? Ja. Ja. Ik heb altijd al weer een spanning voor mijn hand in. Dit is Sanne. Hi Sanne. Dat is die Ricardo. Ja. Compagnie van Iris. Ja. Ja, lekker warm ook hier. Ja? Ja, moet je voelen. Ja, bij die, ik voel het nu al. Ja. Het paard heeft het echt beter als wij. Ja. So, about Rose, we already know that she's suffering under the Cushing syndrome. Now we also found out that Rose has some issues in the neck and in the lumbar area. So, I will recommend to let the horse check by an osteo and physio in this area. So on the neck, the whole neck and the lumbar area,
Yeah, I'm pretty sure that we have some issues here in this area. Because the horse is also reacting quite sensitive when Iris is riding the horse, and it feels like that the horse has pain when she's exactly pulling him together, and she really feels that the horse has pain in this moment. So we better find out what exactly it is, and of course we want to help also an osteopath first. Yeah. Okay. So furthermore, I would, as I said, recommend to check this area also to support the horse with a supplement for the immune system. Yeah. Of course, the horse has all the age now, and it's always good to support the horse with it for the immune system. Furthermore, we have a muscle around here between the legs called pectoralis profundus. There we have a muscle tension. Yeah. It can be also responsible for the pain, and this can be solved by a physio. So I will prepare the report with all the points Iris has to do with the physio and the osteopath, and then we will hopefully see again in 6 weeks to check if the horse got better. Zeg, sta even bij jou in de buurt, dan kunnen tekst nog horen. Oh ja, dat is waar. Sven, dan draaf je weer aan. Goed zo, dan probeer je dat af te wisselen, dat indalen met een klein beetje bovenop zetten. Maar dan hoef je alleen maar je hand iets omhoog te doen en probeer of je dat als je hand soms ietsje opzet, probeer je dat aan te vullen met been, zonder dat hij heel veel harder gaat. En probeer hem recht te houden, zet je hand hier ietsjes erbij en dan drijf je hem langzaam aan het tatje aan, dat je hem een klein beetje zo voor je drukt. Goed zo, dat is al genoeg. En dan ietsje rustiger licht rijden. Dat. En dan aanvullen met been. Dat hij ietsje op jou wacht en dat hij dan een klein beetje been kan geven. Anders ben je met je zit niet te veel aan het drukken. Zo, en dan mag je die hoeken linksom een klein beetje meer indrukken voor het binnenbeen. Dat is niet erg. Ga je gewoon actief toe. Blijf even bij die iets uit de buurt. Ah, kijk. En die is 3. En die wil wat. Dus. Nou, Roos, die is wel mee. Ga been. Blijf recht zitten en 2 turtles aan. Je hebt wel lekker achter de airco aan. 2 turtles. Rechtsop en linksop. Ja, maar blijf maar niet zitten. Gewoon een beetje, als het moeilijk wordt, dan komt het steeds een beetje omhoog. Ja, dat is prachtig. Ik zal recht uitdraaien aan 2 turtles. En niet jezelf weg laten drukken. Hoek indrukken voor binnenbeen. Die andere hoek ook, inrijden. En dan moet je elke keer proberen of je met been kan blijven komen. Dus op het moment dat jij zeg maar been geeft, wordt hij nog vrij snel. En als je straks met been gaat komen, moet hij zich eigenlijk wat groter gaan dragen. Ja. Dus een klein beetje met de... Zo ja. Blijf recht achter zitten en rij die hoek in hier. Hoek indrukken voor binnenbeen. Ja, het binnenbeen. Braaf. En ontspannen. Dat is al genoeg. Dat je een klein beetje elke keer dat grensje opzoekt. Je contact houden aan 2 kanten. Oh ja. Deze kan dus niet te veel stellen. Nu iets rustiger lichtrijden als je onder je weg loopt. Even een keer wachten hier zit. Kijk, zoals nu. Ja, precies. Dat deed je goed. Bouw die alweer direct naar die rechte stelling. Probeer dat recht uit te rijden. Zo, ja. Prima. Aandraaf dat hij dan maar hup dat kopje naar rechts gooit. Doe je zo nog een keer weer die overgang en dan probeer je de nadruk te leggen dat je iets het linker oog ziet als je er recht achter zit. Dat je zijn linker oog ziet. Oké, ontspannen. Ontspannen. Ga je weer draven. Doe eens terug naar draf. Dit doet hij dus. Oké. Maar sinds een jaartje. Zacht met 2 handen. Doordraven. Benen aanhouden en je linker teugel eraan houden, links. En rechts tand erbij. Rijd door. Rijd door. Rijd door, juist, rijd door. Juist, linker teugel daar, niet in je zitten. Zo je hand laten staan en met je benen, juist. Dan ga je zo meteen aangaloperen weer. Doe je alleen je rechterhand, die span de hals en links houdt verbinding. En dan vanuit je buitenbeen aandraven, maar je zit rustig blijven. Ja? Goed zo, niet drukken hier zit. Linker teugel eraan, rechterhand opzij. En linkerbeen. Braaf. Goed zo. En dan probeer je hand steeds weg te leggen. Laat me lopen, laat me lopen. Dan ga je de volgende lange zijdes vooruit drijven. Drijf je maar vooruit, naar dit toe. Zo ja.
Dat is genoeg, dat is genoeg. Niet in je zit, vanuit je been. Goed zo, blijf hier, met je been. In je hand drukken. Misschien is het ook verstandig om dit paar keer naar de tandarts te doen. Ja, hij zou eigenlijk donderdag moeten, maar ja, toen kwam iemand met een idee. Goed zo. Nee, hij moet wel weer. Ontvangen, dat moet je nog in je hand ontvangen, maar niet andersom. Niet aan het vastleggen, juist. Rij zo rechtuit. Zachtjes aan de linker teugel en dan ga je voorwaarts een beetje glad strijken. Niet met je zit, maar met je been. Dat ja, braaf. Goed zo. Ga je zo'n oog gaan maken naar draad. Blijf je zachtjes de mond ondersteunen, maar niet aan hangen. Niet aan hangen. Goed zo. Galoppier ze nog één keer aan de andere kant. Juist. En dan pak je de verbinding erbij. Ga je voorwaarts weer glad strijken. Hou je weer laag. En dan ga je, als je zo terug gaat naar draf, zachtjes aan de linkerkant van de mond een beetje voelen. En rechts hou je licht verbinding. Dus met links ga je remmen en met rechts hou je verbinding. En licht in je zit. Braaf. En naar het bit toe drijven. Naar het bit toe. Zo ja. Zo ja. Druk hem aan de buitenkant. Braaf. Braaf. En dan ga je zitten. Dan gaan. Zo ja. Zo, maak je kin volte daar, doe je binnenhand wat opzij en buitenkant draai erachteraan. Maar niet aan de rechter teugel trekken. Zo ja. Links een beetje buigen, juist. Binnenhand opzij. En probeer dat je niet te veel zelf de bocht in gaat. Ja. Blijf er recht achter zitten. Zo ja. En dan ga je dat weer een beetje smakelijker maken. Maar als je dit gaat doen, moet je vooral zorgen dat je niet zo meedrukt. Dan moet je proberen zo stil mogelijk te zitten, hoe irritant dat ook is. En maar je hand probeer dan onafhankelijk te dragen. Dat je hem daar als het ware met je been in die sluis van je hand drukt. En dan net dat je daar de hoefslag raakt, doe je rechterhand opzij. Even voor die tijd van been verwisselen. Zo ja, en dan galoppeer je weer aan. Rechterhand opzij, linkerbeen. Links zacht verbinding, braaf. Licht blijven je zit, juist. En handen aanzetten en onderbeen. Zo ja. En dan kun je vanzelf een keer, als je dit 100 keer gedaan hebt, gaan zitten. Maar op het moment dat jij gaat zitten en je iets aanknijpt, wordt hij gelijk spastisch. Ja. Zo, hij maakt zo zijn galop een volte daar. Gewoon twee handen een beetje naar rechts doen. Rechterhand van de hals, links iets tegen. Zo ja, en druk het lichaam erachteraan. Zacht, juist. En weer verbinding. En doe je zo nog één keer weer, maar dan probeer je hand niet naar beneden te drukken. Zo ja, gewoon twee handen naar rechts. Rechterhand van de hals, links zacht tegen de hals. En benen. Juist, zo ja, braaf. Binnenbeen, ja, precies, dan heb je een knietje eraf. Draai. Welkom dus bij een volgende samenvatting. We hebben dus getracht om Iris aan het rijden te krijgen. Dat is niet gelukt, dus we gaan nu verder met Sanne. Wat vond ik ervan? Die meid heeft een mooie cap op. wat kan ze filmen, hè, die meid? Wat kan ze filmen? Nee, goed. Over het rijden. Nou, we hebben dus niet heel lang gedaan, want Roos komt dus ook uit die box 3 dagen en dat is ook best wel een hele verandering. En ik had ook wel een beetje het idee dat ze zeg maar nu wel aardig goed aan het werk kwam en dat Roos dat al best wel pittig vond, want Roos is best wel bezweet ook. Maar we hebben een beetje gewerkt aan dat ze een wat stabielere verbinding krijgt, want als ze iets wil veranderen, dus of van start naar draaf of van draaf naar galop, dan begint Roos een beetje zo te klappertanden. Dat ze vooral ook in de sit wil ze een beetje veel meerijden om hem te motiveren en dan moet ze eigenlijk in de sit iets rustiger blijven en met onderbeen juist een beetje stimuleren. Maar ja, dat moeten we even een paar keer oefenen en dan komt dat vast goed. En dan, we hebben jou natuurlijk vandaag ook nog gedaan, Iris. Ja. En dat ging ook al heel wat beter. We hebben een vrij eenvoudig lijntje neergezet. Dus gewoon 2 losinnissen en 1 lijntje uit 4 gelossprongen. En toen kwam ze zelfs nu al een beetje meer aan het sturen. En voor 2 lessen geleden, als ze dan de bocht om wou en ze kon de bocht niet halen, zei ik red het niet, dan redden ze het ook niet. En vandaag zei ze, gaat niet lukken, maar ze ging wel. Dus, nee, oké, daar gaan klein we klein beetje gehuild, maar ja, vandaag. Klein beetje gehuild, maar het ging wel goed. Ga nou uit galop, betreft. Nee! Ze wou niet uit galop, maar ze deed het toch. Ja, ik ga toch. En ja, dus er zit wel vooruitgang in, dus dat ben ik hartstikke helemaal met je mee. Nou, gelukkig. Hoi jongens. Zijn we weer. Zoals jullie weten zijn we in quarantaine. Maar we wouden toch heel eventjes een korte samenvatting verslag doen over wat er nou precies met Roos is en wat we daaraan kunnen doen. Want ik had wel gefilmd die dag. Alleen de dag dat we de uitslag kregen, toen kreeg jij daarna paardrijles. Ja, toen is het allemaal heel snel. Eigenlijk een beetje vergeten ook inderdaad. Ja. Waren.
Dus vandaar dat we dat nu doen, andere dag. Ja. Maar waar het dus op neerkwam, ja, we hebben helemaal een verslag erbij gekregen. En ik ga dat niet helemaal uitleggen, want het is best wel een heel ingewikkeld verhaal. Van wat allemaal wat is, wat ze allemaal hebben aangetroffen en wat we ermee moeten. Maar even kort samengevat komt het erop neer dat Roos wat problemen heeft met haar stofwisseling. En dat kan heel goed komen omdat ze dus Cushing, oftewel PPID heeft. Ja. Eigenlijk verwachten ze dat het daardoor komt. Maar wat dus ook kan, is dat het iets verstoord wordt door de medicatie die ze daarvoor krijgt. Dus er werd geadviseerd om onze voeding, zeg maar, niet per se aan te passen, maar om nog wat aanvulling te geven, zodat ze daar, zodat haar lichaam en de organen daar iets meer in ondersteund worden, zodat ze dat wat minder zelf hoeft te trekken. Dus dat kunnen we doen. Hij heeft ook opgeschreven wat we daar het beste voor kunnen gebruiken. Dus dat gaan we bestellen. En dan kijken of dat helpt. Wat ze zagen waren problemen in haar hals. Ja. En daar is ze al wel door de osteopaat aan behandeld. En ze denken ook dat het wat dieper ligt dan alleen de spieren, zeg maar. Maar wat het dan precies is, kunnen ze niet helemaal zien. En het kan zijn dat het komt van het luchtzuigen. Omdat ze dus de hele dag zo'n ding, dat ze dus wel overmatige slijtage bijvoorbeeld heeft in haar nek. En de vraag is ook of ze er last van heeft tijdens het rijden, ja of nee. En of we er überhaupt wat mee kunnen doen. Of dat we... Dat is eigenlijk een beetje het hele punt. Nou ja, daar kom je eigenlijk alleen achter of als ze klachten geeft tijdens het rijden of als je het laat onderzoeken. Dus voor nu zitten wij toch nog in quarantaine, kunnen we daar niet zo heel veel mee doen. En overdag zie ik eigenlijk niet zo heel veel aan haar. Ik zie soms als je aan het rijden bent, als je iets te vroeg haar iets te veel oppakt, kan ze wat verzet geven. Maar dat kan dus duiden op bijvoorbeeld artrose. En dan zouden ze het kunnen inspuiten. Dus dan moeten we even kijken wat we daaraan kunnen doen. En waar we dat gaan laten onderzoeken. En of we daar überhaupt nog wat mee moeten. Omdat Roos natuurlijk ook al wel wat ouder is. Dus die is natuurlijk al wel artrose leeftijd heeft wel een beetje bereikt. Maar voor nu gaat het eigenlijk wel... Het gaat wel goed, maar het is misschien ook wel fijn om te weten. Ja. Maar we gaan dus even uitzoeken of we dat ergens gaan laten onderzoeken. En of we er dan überhaupt wat mee willen of kunnen. En dan houden we jullie verder op de hoogte. Dus dat eigenlijk. Ja. Dus niet hele heftige, verrassende dingen die naar boven kwamen, gelukkig. Nee, eigenlijk zag het er beter uit dan dat hij verwacht had aan de hand van mijn verhaal. Dus dat is nou voor positief. Ja, en na de scan was ze ook helemaal die dagen daarna helemaal levendig en zo. Ja, ze was heel blij. Ja. Echt stijgen in de wei en sprongetjes maken en de hele tijd heen en weer rennen. Bij deze willen we dan de video afsluiten en dan zien we jullie een andere dag weer. Hebben jullie vragen over dit onderwerp of ben je zelf benieuwd naar deze therapiebox? Check dan eventjes de Instagram pagina. Bedankt voor het kijken. En vergeet niet te liken, te abonneren en zo. Ja.